Dit is de nieuwe first-person fantasy shooter Immortals of Avium. Die wordt uitgegeven door EA en ontwikkeld door een nieuwe studio. Met mensen die eerder hebben gewerkt aan Borderlands 2, Mafia 3, Bioshock 2 en Metal Gear Solid 5. En de game draait om een Jack, een battle mage die erachter komt dat hij magische krachten heeft. En midden tussen een strijd belandt tussen twee grote rijken. En de game komt al snel uit, al op 20 juli voor de PC, PS5 en Xbox Series. Nou, niks missen over je favoriete games. Volg dit kanaal.